My name is Lucy Orta, and I work with my partner, Jorge. And since the last 15 years, we've created this very unusual artwork. We've titled it 70 by 7, The Meal. 70 by 7 has brought thousands and thousands of people together to discuss issues that affect our local and global communities. This dinner this evening is the 38th of those meals. And without you, the guests, and the very special theme this evening that we'll be discussing, our art would make no sense. Zouden wij het idee van een draagbare en doe-het-zelf waterzuiveringsinstallatie kunnen toepassen op internationale schaal? En zo ja, op welke manier? Er staan inmiddels al mini-zuiveringen die worden toegepast in buitengebieden, zoals wij dat noemen, dus waar geen riolering is. Waarbij de waterkwaliteit zodanig goed is dat je het weer kan lozen op oppervlaktewater. En uiteindelijk komt dat weer via het zuiveringssysteem van het leidingwater weer uit de kraan terug. Waar is het beschikbaar voor mensen? Dat neemt op sommige plekken af. Denk aan de oprukking van de Sahara. We hebben onze eigen waterzuiveringsinstallatie gemaakt, naar idee van mevrouw Orta hier. En heel simpel, we hadden alleen een petfles voor nodig, twee koffiefilters, wat houtskool, wat zand en een beetje grind nodig. Water uit de gracht hier wordt gefilterd door haar systeem en daarna door ons hier gedronken. Weg en weg het meeste is water. Ik heb nog niet. En ik vind ik het een heel gek. Meer dan de helft van de arbeid staat uit water. Veel meer, geloof ik zelf. Dus ik denk wel dat het kan, maar dat er veel meer in de vraag zit. Willen we het ook? Wat zou u kunnen doen om jongeren maatschappelijk bewuster te maken? Wij als volwassenen moeten aan de jongeren vragen hoe het moet. Het bewust maken van jongeren. Jij zei dat je in Roemenië geweest bent. Waarom staan er in Leiden zo weinig plastic verzamelbakken? Het is puur geld. Hey, ik dacht dat er dus overal wel van die dingen stonden. Het is goedkoper om te verbranden, komen wel later weer allerlei problemen, dan te recyclen. En de mensen willen wel recyclen. Dus volgens mij zou de verpakkingsindustrie ook gewoon goed moeten gaan nadenken. Wie heeft er nu iets aan van de H&M? Meestal weten we niet door wie onze kleding zijn gemaakt en in wat voor omstandigheden. In onze workshop hebben we geprobeerd leerlingen het gevoel te geven hoe het is om in een sweatshop te werken. Zouden winkels die gebruik maken van sweatshops nou moeten boycotten? Ik zit hier bij elkaar, dat realiseerde ik me vanavond, met een conservator, met een brugwachter, met een stadsdichter, met een molenaar naast me. En dat maak ik niet elke dag mee. A very diverse mixture of people from different professions and different walks of life, which made for an unusual experience. And of course, it's what we hoped for. Ik hoop dat jullie goede gesprekken hebben gehad aan tafel. En dat jullie geïnspireerd zijn door de jonge generatie, dat die jullie een beetje bewust heeft gemaakt van wat zich allemaal zo voordoet en hoe je daar al dan niet over na kan denken. Heel veel dank voor jullie aanwezigheid en graag tot ziens. Dank jullie wel. Dit is gewoon een hele bijzondere ervaring om mee te mogen maken. Dus ik prijs mezelf echt gelukkig.